Ah man, al dat gedoe over die corruptie hier. Allemaal flauwekul, peanuts. De echte corruptie, de grote bedragen, die zit aan de top, weet je wel. Wel nee, Leo. Nee, jongen, niet hier in Nederland. Oh, niet in dat keurige Nederland. Maar wel bij de zwartjes zeker, hè? In Takitakiland. Daar heb ik het toch niet over, jongen. Oh, waar heb je het dan wel over? Oh. Nou, ik had het over een carré azen. Wat gek van die gozer. Morgen. Morgen. Morgen, Rinus. Morgen, jongen. Hoop geld. Ja, hij heeft een gelukkige hand. Hij kan goed kaarten. Zijn dat die gemerkte kaarten? Wat zei je? Nee, niks. Wat zei je? Het is een geintje, Leo. Ja, lekker geintje. Ik kan dit aangeven. Oh. Ja, Cor, wil je even opnemen? Meneer heeft een klacht. Over zijn eigen kaarten. Je hebt ze zelf meegenomen, oliekoek. Oh, oh ja. Jij geeft. Ja. Zeg, van wanneer is deze koffie? Jaartje of twee. Hatsverdamme. Maar nu reeds voortreffelijk op dronk. Ja, nou, ik ben te jong om dood te gaan. Ik denk wel een bakje bij de chef. Ja. Oh. Ah, Rinus. Waar zitten we? Ja. Koffie? Daar kwam het voor. Ja. Is dat dezelfde koffie als hiernaast? Ik ben bang van wel, ja. Mm. Nou, dan is het lood om oud ijzer. Ja, zo ligt het in ieder geval op je maag. Zeg, Rinus, heb jij ook gehoord dat ze momenteel in de binnenstad een paar bureaus gaan doorlichten? Het gerucht gaat dat sommige figuren daar voor geld en goederen een oogje hebben dichtgedaan. Ja, dat gerucht is algemeen bekend. Ja, maar wat niet algemeen bekend is, waar ik jou in het volste vertrouwen meedeel. Het schijnt dat er een aantal collega's al geschorst zijn. Oh. Zie je wel? Als de waarheid maar sterk genoeg is, dan valt de koffie wel mee. Kijk, Rinus, ik wou je eens wat vragen. Mm-hmm. Jij hoort nog wel eens wat. Wat denk je? Hier, bij ons, op het bureau? Hier? Bij ons? Corruptie? Nee. Nee, dan zou ik het geweten hebben. Ja, moment. Ja? Hé? Oh, dat was toch vanmiddag? Oh. Oh. Nou, neem me niet kwalijk, dan kom ik nu even. Ja. Sorry, Rinus. Nee, echt hoor, daar kun je zeker van zijn. Ja? Ja. Voor deze jongen sta ik 100% in. Oké. Kijk, ik bedoel, waar is de grens? Ja, mijn grens is bereikt. Koffiepauze is voorbij, ik ben beurt. Nee. Ik heb het over het aannemen van dingen, hè? Kijk, je doet je ronde. Je gaat de café binnen. Je krijgt een kopje koffie. Is dat slecht? Hè? Of zoals laatst ging ik een verblijfsvergunning controleren van een Italiaan. Nou ja, die man biedt mij een checkie aan. Is dat fout? Ja, het begint met kleine dingen, maar is dat fout? Ja, een checkie, man. Maar daar gaat het niet om, Harry. Jawel, daar gaat het wel om. Daar gaat het om. Kijk, de kern van de zaak is, hè, ben ik strafbaar omdat ik die check heb aangenomen van een Italiaan? Ja. Ja, eigenlijk wel. Zeg, Rinus, als jij... Check. Zie je wel. Het was een hoop geld. Gezellig, hè? Zo met z'n tweeën. Is het leuk nieuws? Oh. Nou, interessant dan. Mm, ja. Maar interessant genoeg om niet even te zeggen, kom ik leg hem even weg. Ja. Harry is opgepakt, gevierendeeld en in de gracht geworpen. Oh. Rinus, een borreltje? Graag, kind. wat zei je er net over Harry? Nee, niks. Hoe laat komt hij eigenlijk thuis? Oh, hij kan elk ogenblik binnenkomen. Oh. Goed.
vader. Rinus. Ik ben een vrouw. En als Harry weg is, hè? Dan ben je hier dus alleen met een vrouw. En daar kun je... Daar kun je ook mee praten. Hm? Oh, sorry. Ja, sorry. Ja. Ik geloof niet dat ik erg gezellig ben, hè? Nee. Ja, dat komt. Ik ben nog wel een beetje gespannen. En dan hou je maar het beste bij de krant. 6 keer hetzelfde artikel over gelezen. Zonder te begrijpen over de onderdrukking van de man. Klinkt nogal vrouwenonvriendelijk, hè? Ja, alles klinkt vrouwenonvriendelijk. Wat is er vandaag de dag niet vrouwenonvriendelijk? Nou wel, hier ook, hoor. Jij vindt een afwasborstel al seksistisch. Ik vind het voornamelijk vervelend. Uit pure luxe, ja toch? Omdat jullie een vaatwasmachine kunnen kopen. Waarvan eigenlijk? Wat? Zo'n vaatwasmachine is toch nog een duur ding, hè? Harry had een mazzeltje. Oh. Daar heb je hem. Wie? Waar ben jij? Hier, toch? Hallo. Hoi. Zitten. Wat? Zitten! Zeg, wat is er aan de hand? Wat heb ik gedaan? Dat zul jij niet weten. Maar goeie man, ik weet van niks. Oh, hij weet van niks. Nee. Het is dat je zo groot bent, jongen, maar anders. Hé, hey, ja. Laten jullie nog eens zien hoe dat vroeger ging. Hou je er buiten, Thea. Ja, hou je er buiten, Thea. Poeh. Kapsones. Ik ga wel even naar het eten kijken. Daar heb ik nog geen machine voor. Nou. Wat had je mij te vertellen? En dat zal jij niet weten. Nee. Nee, ik weet van niks, nee. Nee. En doe een keertje rustig en wees verstandig en begin eens bij het begin, hè? Oké. Vertel, hoe groot was die cheque? Wat? Ja, ik heb het al gehoord vanmorgen. Nou, kom op, hoe groot was die cheque die jij van die Italiaan hebt aangenomen? Heb ik? Oh, bedoel je dat? Ja, jongen, dat bedoel ik. Is een schande, weet je. En niet alleen voor het korps, maar voor de hele familie. Hoe groot was die cheque? Nou, pa, die was ongeveer zo groot. Ja, wat stond erop? Hoeveel geld? Niks. Blanco cheque? Nee, ouwe. Geen cheque. Geen bankcheque. Maar een checkie. Zo'n rolsigaretje. Een checkie. Ik controleer een verblijfsvergunning van Italiaan en de man biedt mij een checkie aan. Sigaretje? Ja. Van een Italiaan? Ja. Ja, rook niet. Nee. En ik moet zeggen dat ik absoluut verpletterd ben door het vertrouwen wat je in me stelt. Ik heb het, Ja, kijk, jongen, dat is... Zulke dingen moet je helemaal niet hardop zeggen, jongen. Dat is heel gevaarlijk. Ja, kijk, ik zoek er niks achter, maar als andere mensen het zouden horen... Hoezo, wat dan nog? Is het strafbaar? Hé, dat ben je toch hypocriet? Ik? Ja, voor één sigaretje. Ja, zo begint het altijd, jongen. Het begint altijd heel klein. Oh, wat weet jij toch veel, hè? Ja. En nooit wat gebeurd, hè? Hebben jullie nooit wat voorgevallen, hè, Rinus? Nou, noem maar geen Rinus. Ik zal je noemen wat ik wil. Dit is mijn eigen huis. Ik wil het niet hebben. Oké, dan praat ik helemaal mee, meisje. Dat zal een te lang verwachte rust geven. Heerlijk. Zeg. Ja! Komen jullie eten? Gezellig. Lijkt mijn zoon wel.
Thea? Dag, Raad. Hoi, met mij. Ik wil je alleen maar even melden dat ik vanavond niet thuis kan komen eten. Ik moet plotseling overwerken. Ja, dat zeggen ze allemaal. Pardon? Nee, grapje, zwarte grapje. Nou ja, ik was al van plan om in de stad te gaan eten, hoor. Dan moet die luilebol... Harry? Ja, die moet zijn eigen kadetje maar even smeren. Ik weet niet of je dat wel kan. Maar dan wordt het hoog tijd dat je het leert. Oh ja, Rinus, wil jij nog even de afwasmachine aanzetten? Want er is niks schoon meer. Ja, doe ik voor je kind. Oké. Bedankt. Tot vanavond. Even kijken of we die gemotoriseerde afwasbak aan de praat kunnen krijgen. Zo, dat was dit. Deze, zo. En de zes. Een kopje. Nou, die kopjes gebleven. Zitten nu ook allemaal in dat kring? Die sparen ze er speciaal voor op. Nou, ik zit erop, Leo. Terug naar de basis. Zin om te pokeren? Vanochtend van Armo mijn vrouw en kind al naar de Lommerd gebracht. Oh, brengt dat nog wat op? Hoezo? Hoor je soms daar je vader kwijt? Rinus? Nee, Rinus kun je nergens meer kwijt. Rinus is meer een monster zonder waarde. 247, komt hij in? 247. Het geval is in de Hortensialaan nummertje 14. Gaat u even kijken? Hortensialaan, genoteerd. Hysterisch huisvrouwtje. 14? Daar woon ik! Rijden! Ja! Wat is aan de hand? Huh? Wat is er gebeurd? Nou, ik... ik heb je even opgeroepen. Het was de vaatwasmachine. In de keuken? Ja, maar dat is wel helemaal in orde, zo'n beetje. Ja, en de afwas is gedaan. Ja, wat heb je gedaan? Waarom heb je me laten op? Ben je nou nog verzekerd tegen dat soort dingen? Ik praat niet meer met jou. Je zegt, het is waar ook dat ze voor je gebracht... Mooi. Pizzeria Deo Volente. Een Italiaan? Hij zal toch niet? Dat kan toch niet?
Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik ook, Rinus. Je loopt nu al 5 minuten heen en weer en het enige wat je zegt is... Ik vind het heel moeilijk. Ik loop er al de hele morgen mee. Ja. We hadden het laatst nog over die corruptie. Ja. Nou, heb ik het vermoeden, tenminste, het is zeker een idee. Maar alhoewel hij het ontkent natuurlijk, maar ik toch zeker denk dat... Rinus. Harry heeft dingen aangenomen van een Italiaan. Zoals? Ik vind het zo moeilijk, die rat, jongen. Ja, wat ik zeker weet, het is een fruitmand. Een fruitmand? Een fruitmand? Een fruitmand. Van een Italiaan? Voor hem? Geen appeltje? Een fruitmand. Een flinke fruitmand. Nou, wat wil je daar nou mee zeggen? Nou, dat het absoluut niet onmogelijk is dat mijn Harry een fruitmand heeft aangenomen. Ja, ja. Wij moesten maar eens met Harry gaan praten. Moet dat? Dat moet. En bij hem thuis. Een fruitmand. Ja, zul je altijd zien. Troep maken, rommel kapot draaien. En opruimen, auw, opruimen, homa. Auw. Ja. 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 Ja, 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 ja. 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 Ah, goedemiddag. Ja. Is een probleem, Kom het je dietje, Is kapot. Ja. Probleem. Ja? Zie even, zie. Is even vertellen het probleem. Ah, senor, is verkiezing. Oh. Zie, is een verkiezing. Zie, mijn vrouw vandaag heb kind gekregen. Ach, was dat een vergissing? No, kind, geen verkiezing. Is een piccolo bambino, piccolo baby, come on amore, tout. Is het lastig? Lastig, ja, kinderen zijn lastig als ze geboren worden. Hele bevalling altijd weer, ja. Is een bevalling, is het lastig, is het niet de bevalling? Oh, nee. Is het die mand met fruit? Ja. Zie, ik die mand met fruit had ik... besteld voor mijn vrouw. Mijn vrouw vandaag kind heb gekregen. Zie, piccola baby. Heb je zo'n verkeerde persoon? Scusi? Die hebben ze verkeerd besteld. Zie! Dat is lastig. Is het lastig, ja. Is het verkiezing. Zie... Is een Hortensia aan 14? 14. Is het niet goed? Is het niet goed? Moeten zij Hortensia aan 41? Oh. Is overkant. Is een verkiezing. Pardon? Vergissing. Zie, is een verkiezing. Zie, ja. Zie. Moet naar de overkant, voor die pizzeria. Pizzeria, ja. Deo Volente. Stom. Is een verkiezing. Alsjeblieft. No. No. Is een verkiezing, is een lastig en is ook jammer wel. Ja. Zie. Nee. Nou, ik vergoed u de schade. No. Kenschap vergoed. Wat kan zo'n man nou kosten?
kostte 50 gulden. Ah, 50 gulden? Si, si, is een grande, grande. Ja, hij is al groot, ja. Maar... Is, ah, groot, si, si, is ja. Een groot. 50 gulden, si. Ik heb niet kleiner. Oh, no, niet vergoed, niet vergoed. Ik kan niet betaald troep. Nee, pak nou maar aan. Schuld is schuld. Si. Ik kom de rest wel halen aan de overkant. Schuld is schuld, si. Hoe komt halen overkant in pizzeria? Ja, heel graag. De volente. Ja. Ah, sì, buona. Grazie, grazie. Arrivederci. Ja, die vrouw ook. Sì. Zo, nou, en nog geluk wensen, hè? Grazie, signor, grazie. En u nog veel plezier met die tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Dat is Italiaan. Buongiorno. Ja, ik kan het allemaal uitleggen. Ja, nou, het spijt me, jongen. Ik heb me heel erg ongewassen gedragen. Ja, ik heb het ook wel naar gemaakt, hè. Eerst die cheque, dan doen we die fruitmand. Wel, maar ik had jou niet moeten verdenken. Ik had toch beter moeten weten. Ja. Ja, ik heb ook eens een keer een kopje koffie aangepakt. Nou ja, so what? Ja, ik begreep het ook wel. Maar ik was wel blij dat de chef kon uitleggen. Ap, dus geen punt. Die ken ik al zo goed. Nee. Mogen we even afrekenen? Nee, laat mij nou even. Nee, laat maar. Is goed. Oh, goed. Die rekening. De rekening. Haps, zoon. Berg. Hap. Zo is dan een kiet. Ja. Wat? Ach, wat. Je hebt toch ook eens een kopje koffie aangenomen? So what? Is het die tutti frutti, hè? Rinus, het is maar een geintje. Wauw! Ik zag je toch maar tollen? Hé, hou van hier. De kip en het ei wordt in de studio met publiek opgenomen. Nee. Het is Rinus. Nou. Ja. Ga niet. Ja. Nou, hè? Laten we gaan kijken. Ja. Kom op, we gaan even kijken. Ja. Dat was meestelijk. Nee. Nee. Dat is heel lekker. Ja. Speel het nog een keer. Oh, ja. Nee. Ja, nog één nou. Keer. Ja. Nou, waar dan? Wat rust, Rinus. Wat rust.